Welkom bij mijn piepshow. Hier praat ik elke week met jullie over seks, liefde en je lichaam. Heb jij nou een vraag? Laat het me weten. Misschien zoek ik het volgende week wel voor jou uit. En deze keer hebben we het over anale seks. Huppatee, een handpompje. Rustig, die anus opzoeken. Ja, anale seks. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik vond het gewoon best wel een stap. En die eerste keer anale seks, die ging niet heel goed. Ik dacht ook op een gegeven moment al dat hij er helemaal in zat. En toen zat ze letterlijk alleen gewoon zo'n stukje erin. Het voelt gewoon zoveel heftiger of zo. Ik weet niet, het is heel raar. Het is best intiem, weet je. Je moet je echt helemaal kunnen vertrouwen bij iemand. Je moet je helemaal overgeven aan iemand. En bij deze heb ik 3 tips voor jou om die eerste keer zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar allereerst wil ik weten, wat vind jij eigenlijk van anale seks? Hoi. Hallo. Wat vind jij van anale seks? Oeh, leuk. 1 woord gewoon. Pijnlijk alleen maar. Ja, wel fijn. Ja? Wel leuk. Ja? Ik vind het wel lekker. Lekker en leuk voor de afwisseling. Vaak gedaan? 1 keer of 10. Mijn vriend is denk ik te groot geschapen voor dit. Het is wel bij mij gedaan. Oh. En dan niet door een jongen, door een meisje. Ik heb het idee dat het veel intiemer is dan, zeg maar, vaginale seks. Nee, het is zeker intiem. Het is ook niet iets wat ik met iedereen kan doen. Ik zei tegen hem van ik wil het proberen. Mm-hmm. En toen zei hij tegen mij, weet je het zeker? Hij zegt, ja, heb je gezien wat ik hier heb hangen? Ik vond het zo eng, want ik keek dan inderdaad wel pornofilms. Ik dacht, oh ja, geil. Maar tegelijkertijd had ik zoiets, oh, dit moet heel pijnlijk zijn. Ja, want hoe bereid je je daarop voor? Glijmiddel. Heel veel glijmiddel. Ik denk dat ik gewoon heel goed naar het toilet ben geweest. Gewoon zorgen dat alles, weet je, schoon is. Douchekop erop en gewoon een beetje spoelen. Ontspannen en relaxed zijn. Hoe ik het aanpakte was inderdaad een stukje erin. Even relaxed, even ademhalen. Ik zeg, oh, je mag hem dan wel iets verder in doen. En toen zei hij van ja, maar hij kan alleen niet verder. De eerste keer ging het eigenlijk vet goed. Het ging niet goed. En wat ging er niet goed? De tip kon niet eens naar binnen. Heb je er wel van kunnen genieten? Het was wel lekker. Ja. Meestal als ik een orgasme heb, ik weet niet, voor iedereen is dat anders natuurlijk. Mm-hmm. Maar voor mij is het meestal lekker. Maar dit was een gevoel van euforie eigenlijk. Hey, heb jij een gouden tip voor mensen die anale seks willen gaan proberen? Gebruik voldoende glijmiddel. Nou, zorg gewoon dat je vertrouwd bent met elkaar, dat je het bespreekt en dat je er alle twee cool mee bent. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan gaat het allemaal vanzelf wel. Wil je hier nou ook staan? Dat kan. Mail even naar spuitenenslikken@bnnvara.nl. Op een van de bekendste pornosites is de zoekterm anale seks de afgelopen jaren in Amerika meer dan verdubbeld. Op zich goed nieuws, maar porno geeft de valse illusie dat de penis zomaar huppatee de achterdeur naar binnen glijdt. Helaas. Het is heel erg gevoelig daar, daarom moet je de anus een handje helpen. En is tip 1, glijmiddel essentieel. In de anus, in de uitwendige kringspier, zitten duizenden zenuwen. En het kan heel chill zijn als je deze stimuleert met een vinger of met een tong. Maar een anus produceert niet van zichzelf glijmiddel, zoals een vagina wel nat kan worden. Dus moet je me met een handje helpen. Er zijn verschillende soorten glijmiddel. Je hebt glijmiddel op waterbasis. Oeh, jeetje. Het enige nadeel aan glijmiddel op waterbasis is dat het sneller uitdroogt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van glijmiddel. Dat moet gewoon lekker nat blijven. Dus is er ook siliconen glijmiddel. En omdat het op siliconenbasis is, blijft het veel langer glad. Het is ook wat duurder, maar goed. Je gebruikt minder dus. Waar je wel voor op moet passen, is als je een siliconen dildo gebruikt, je hem juist niet met siliconen glijmiddel moet insmeren. Dit zorgt ervoor dat de siliconen op de dildo afgebroken worden. Dus gebruik altijd glijmiddel op waterbasis als je met een siliconen dildo anaal neukt. 37% van de vrouwen en 45% van de mannen heeft wel eens anale seks gehad. Een van de grootste angsten bij anale seks is dat er poep blijft hangen aan de penis. En daarom gaat tip 2 over hygiëne. Allereerst is het belangrijk om altijd een condoom om te doen als je anale seks hebt. SOA's worden namelijk tijdens anale seks makkelijker overgedragen dan tijdens vaginale seks. Belangrijk is, wanneer je switcht, dus van anaal naar vaginaal gaat, dat je je condoom verwisselt, want anders neem je al die anale bacteriën zo rats mee je vagina in en dan weer rats in je anale dingen. En dan, wow, nee. En ben je nou bang voor een beetje poep? Ik ken mensen die echt heel erg allergisch zijn voor het woord poep. Dat is echt zo, ah, poep, nee! Er zijn oplossingen.
Je kan bijvoorbeeld gewoon samen in bad gaan, samen gaan douchen en dan vergeet niet even tussen je billen te wassen. Ondanks dat dat misschien een beetje vreemd voelt, wil je er nou helemaal zeker van zijn, dan kan je altijd een handpompje of een klisma gebruiken. Dit deel gaat dan naar binnen. Zorg dan wel dat je misschien een beetje glijmiddel gebruikt. Sowieso zitten hier rare dingen aan, ouwe. En dan kan je het een beetje zo schoonmaken. Zo. Wil je echt helemaal het zekere voor het onzekere nemen, dan kan je dat doen met een opzetstuk of spoelstaaf. En deze kan je online halen of in een seksshop. Zorg dat je handen altijd goed gewassen zijn en dat je het uiteinde van de doucheslang goed schoonmaakt. Want we hebben het hier over inwendig gebruik. En je moet altijd oppassen met inwendig gebruik. Je moet altijd zorgen dat het bacterievrij is. Glijmiddel erop gesmeerd, douche aan. En het is belangrijk om hem dan op lauw warm water te zetten. Ook belangrijk om hem niet echt op de meest hypersonische ultra turbo stand te gooien. Want dan kan je je darmen beschadigen. En dan ben je nog veel verder van huis. Dat wil je echt niet. Als je dan gespoeld hebt, dan ga je naar de wc. En zorg ervoor dat je je kringspier goed ontspant. Zodat het water en de poepresten eruit spoelen. Let wel op dat je niet te vaak gaat spoelen. Het kan ook de goede bacteriën in je anus en in je darmen meespoelen. Het kan wondjes veroorzaken of je dikke darm kapot maken. Ik wil je eigenlijk gewoon meegeven dat het niet erg is als er poep meekomt. Het hoort er een beetje bij. Het is natuurlijk fijner als het niet gebeurt. Maar ik zou er niet zo'n big deal van maken. Er zijn heel erg veel standjes. Echter, voor de allereerste keer anale seks is dit standje een absolute aanrader. Zorg ervoor dat degene die gepenetreerd wordt zich kan ontspannen. Je moet namelijk ook even wennen aan het gevoel. En dat kan je het beste doen in een ontspannen, relaxed standje. Dus heb ik het perfecte standje speciaal voor jou opgezocht. Namelijk de T-positie. Oké, dit gaat heel moeilijk in eentje. Bart. Kom. De persoon die penetreert gaat op zijn of haar zij liggen. En de persoon die gepenetreerd wordt, in dit geval mijn lieve cameraman, gaat in een comfortabele houding liggen. Nou zie je dat dit niet misschien de meest comfortabele houding is. En wat je dan doet, is je gaat gewoon rustig die anus opzoeken. En kijken of het chill voelt. Dit is wat dat betreft wel een aanrader als standje. Mag ik eraf? Je mag eraf, ga er maar af. Wees je er sowieso van bewust dat anale seks meer moeite kost. En dat het niet altijd lukt. Dat hoeft ook niet, want als het niet lukt, ga dan vooral iets doen wat wel lukt. En vind je het niet chill? Zeg dit. Zeg dit altijd. Want je hoeft niet alles lekker te vinden. Ga vooral geen anale seks doen om iemand anders te plezieren. Plezier mij wel, heel erg, door te liken en te abonneren. Ik weet niet waarom ik dit deed, maar ik zie je volgende keer. Bye. Wacht even, even mijn glimmende neus een beetje. Ja. Ja? Ja. Hoe heb jij je voorbereid op anale seks? Hoe bereid je je voor op anale seks? Niet gewoon doen. Benen wijd gespreid, bukken. Nee. Gebruik voldoende glijmiddel. Dat is echt een must. Glijmiddel.